Ja, waar waren we gebleven? Inderdaad. Dus het nummer van E.T. Ja, maar je wist je. Ja. Je wil naar huis bellen. Ik ben ermee bezig, man. Anders ga ik er nooit vanaf van die gast. Maar ja, mensen beginnen zelfs zorgen te maken. Zeg, zo'n racist dat je bent tegenover E.T. Ja, maar die is groot, hè. Die heeft zo'n neus, je moet dat zien. Dus we hebben even het nummer gevraagd aan jou. Massaal veel nummers binnengekregen, maar we denken dat we nu wel weten waar hij zit. Even bellen. Hallo? Hallo? Ja, ben ik bij de familie E.T.? Nee. De familie E.T.? Iemand had mij doorge-sms dat, dit het nummer was van de ouders van E.T. Wow, is het waar? We lopen daar kleine alientjes rond? Nee. Waar ben ik precies terechtgekomen? Want dat zeggen ze er nooit bij natuurlijk. Maar ik heb ook een bericht gestuurd of zo, dus... Nee, maar geen enkel probleem. U spreekt met Peter van de radio, van Marathon Radio, van M&M. Hallo. Ja, klopt het? Zijn daar kleine IT'tjes aanwezig op dit moment? Op het moment niet. Nee, maar normaal gezien zijn ze er wel dus. Tom, ja? We hebben hem gevonden! Ja, eindelijk zeg, schitterend. En ja, goed. Dus IT. Dit is jouw zoon dan? Wie is mijn zoon? Wat dingen hier? E.T. Maar, de alien, de E.T. bij mij is, ik ben onthaalmoeder. Ah. En ik heb een kindje en dat heeft de namen E.T. Dus dat is ook een kleine E.T. E.T. En hoe heet het dan? Eddie Tatjana? Nee, Emma. Emma. En haar familienaam? Iwans. Ja, dat komt in de buurt al natuurlijk, maar ik denk... Even vragen aan IT, ben je daar tevreden mee, kerel? Ja, nee. Phone home. Ik denk niet dat hij helemaal tevreden is. Maar kijk, goed, sorry, niet aan te doen. Oké, okay, dankjewel. Okay. Hoe was uw naam trouwens? Nancy. Oh, Nancy, IT. Eigenlijk ook wel. Sorry voor het storen, hoe heet het kinderdagverblijf daar? De Giegelberg. De Giegelberg, dat meen je niet. Oehoe. Ja? De Giegelberg. Ja, want Ik ben een volle persoon. Ja. Het is een grote berg. Ja. En ik giechel graag. Dus de Giechelberg. Oh, Giechelberg. Ja, schitterend zeg. Zeg Nancy van de Giechelberg. Ik hou van jou. Dankjewel dat we even mochten bellen, hè. Alleen.